Liggen blijven. Wat zeg ik nou? Dus voor de stentie. Politie, wapen laten vallen. 5, ik ben onderweg. Dit stoppen, hier komen. Goed zo. Dekking zoeken achter de Vito en snel. Nee, wat doe je nou? Oh god. Verkeerde knop. Zijn de Zulu, wij gaan even die kant op. Allemaal mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Beautiful Amor. Dit is Wim. En dit zijn Dennis en Lorenzo. Vandaag ga ik solo op pad op de motor, want ja, we kunnen niet met z'n drietjes erop. We zullen eerst even de motor controleren. We staan al ingemeld en de meldingen staan dus al aan. Mocht het nodig zijn. De motor is uitgerust met stop voor. Oranje. En blauw. En natuurlijk een sirene. Geen groen. Maar in ieder geval de lichte motor. Ook wel de cross motor voor velen. En hij kan wel wat. Hij is snel. En met die handling van GTA 5 erg onrealistisch. Voertuig voor mij hebben gestopt en gegeven omdat hij hier onnodig stoer is aan het doen. Hij weet ook niet waar hij heen wilt, links of rechts. Of zijn lichten kloppen gewoon niet. Zo te zien gaat hij naar rechts. Ik laat hem even volgen naar een plek waar het hier zo, kijk eens. Dat is wat rustiger. Okay. Heeft niemand last van ons? Kentekencontrole, 7 mei de 04 JDI 999 alsjeblieft. Hallo meneer. Rijven en een rijbewijs zien. Dus niet de eigenaar van het voertuig. Goed. U heeft mij een verlopende rijbewijs gegeven. Heeft u ook een geldig rijbewijs? Nee. Oké. Wat was er aan de hand met die burn-out die u daar neemt met die wielen zo? Hij zei van ja, het verkeer reed niet door. Nou goed, ik geloof toch echt dat het rood was. Heeft u iets bij je wat er niet bij mag hebben? Goed. Heeft u gedronken vandaag? Heeft u drugs gehad? Hij weigert dan een beetje antwoord te geven. Hij vraagt eens of hij is aangehouden. Nee, dat ben ik nog niet. We gaan even kijken wat de ademanalyse eruit laat komen. En de drugstest, speekseltest. Dat is allemaal goed. Ik krijg van mij wel een bekeuring. Voor het rijden met een verlopen rijbewijs en geen nieuw rijbewijs. Tot u geen nieuw rijbewijs bij u heeft. Voor de eigenaar van het voertuig, want dan ben ik duidelijk niet goed. Hij staat niet eens gestolen opgegeven, dus ik laat het daar even bij. Zorg dat hij zijn voertuig weer laat verzekeren, want je mag zo eigenlijk niet verder rijden. Dat ben ik vergeten te zeggen. Maar goed, laat het nu maar. Ik kan niet moeilijk doen. En weer aan de kant zetten om vervolgens uit te laten stappen. Dus het is goed. Fijn dag verder. Ocean, Charles, Young, 7, 5, 5, en ondertussen wat bezig met voertuigcontroles. Dus gewoon random kentekens even door het systeem halen. Zoals deze pieper die waarschijnlijk mijn plekje wilt waar ik sta. Als hij rechtdoor gaat, doe ik even bij hem een kentekencheck doen. Even een klap op zijn spiegel. Nou, je wacht toch netjes op me, maar aan de andere kant. Waarom ren jij zo hard weg? Ik volg hem eens even, want misschien gaat hij wel gewoon achter een auto. Eerste beste auto die hij vindt, tot hij die jat. Dat zie je vaker met dat soort mensen. Nou, hij staat stil. Dispatch calling unit 6, Paul 20. We have assistance required. Respond code 3. Copy that, dispatch.
responding code 3. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required. Proceed with caution. Hoi, staan blijven. Ben aangehouden. Je komen. Liggen. Liggen. Liggen blijven. Wat zeg ik nou? Dus voor de stentie. Stentie. Liggen. Dat is pech, helm weg. Ben aangehouden. Voor mishandeling. En doodslag. Want ik begrijp inmiddels als je een agent slaat of een ambulancemedewerker slaat, ik weet niet meer welke van de twee, één van de twee sowieso, is dat inmiddels doodslag en niet meer mishandeling. 12:05, ik ben onderweg. Dat is het. Blijven. Alle kanten komen collega's. Hoi. Goed, collega's, dankjewel. Niemand nodig. Verdachte is aangehouden. Er is geen schade te zien aan de voertuigen, dat er ingebroken is, dus maar daar is die weer, die stond net ook al bij die melding. Ik heb hem stop tegen, want zo kun je niet verder rijden natuurlijk. Ik weet niet of die ver gaat komen, als ik hem laat volgen, nou ik zet hem even snel hier. Oh, ambulance niet nodig. Hij is niet nodig. Medical aid requested in Rockford Hill. Nee, ik hoest het ook niet. Zo. An ambulance requested van Rockford Hill. Hoi. Rijdt alsjeblieft prio 1. Wat is er met je voertuig aan de hand? Stap even uit. Geen rijbewijs voor mij. Nou wacht, dat is een ID check. 8-1-John-John-Mary-0-4-1-0-10-99. Ik ga hem laten afslepen voor je. Daar kom ik je even in tegemoet. Zullen wel je eigen kosten worden, maar ik vind het niet verantwoord om zo te gaan rijden. Dus je mag uw weg vervolgen. Te voet. Ja? Citizens report an assault on a civilian in Rockford Hill. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hallo, ik wil dit tussendoor. We zijn meer een gijzelsituatie. De verdachte heeft mij nog niet gezien. Misschien dat we hem. Politie, wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Wacht uit, schakel C. Bericht voor alle wagens. Controle, andere controle. We are code 4. No further units required. Goed zo. Attention all units. We've got a suspicious vehicle in Rockford Hills. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Ah, kut. Ik kon even niet remmen, maar we hebben hier een verdacht voertuig en dat is de linker hier. Dus ga even kijken waarom die verdacht is, wat hij doet. Hij rijdt door rood, is duidelijk op de vlucht voor iets. Stop voor staat aan.
Hij mag maar even volgen, dan staan we hier voor het bureau. We krijgen in ieder geval een bekeuring voor het rode licht. Ja, dan kunnen we verder nog zien of er iets... Oké, die gaat er vandoor. Zeg, de volging. Graag voertuigen, auto's erbij, die het kunnen overnemen. 12:05, ik ben onderweg. Goed stoppen, hier komen. Goed zo. Meewerken. Stoppen. Ik ga nu weer terugzitten. Kijk, deze als je niet meewerkt, liggen. Goed zo. Liggen. Oh, die was mis, heeft hij geluk gehad. Dat is eenmaal aanhouding. Assistance needed for a suspect placed under arrest on a 8 Milton Parkway. 12:05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. We gaan hier eens even kijken, winkelgebied, of daar alles goed gaat. Dat is wel zo handig met een motor, heb je minder overlast voor de mensen. Kijk, als hier mijn auto doorheen moet, ja, dan moet iedereen even voor je aan de kant. Nu hoeft dat niet. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a robbery in Vespucci Canal. Rechts vrij, links stommelstil. Taco truck heeft mij niet gezien, nu wel. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in the Vespucci Canal. Units respond code 2. Ik graag twee eenetjes erbij. Hier zo bij het prio 2 even, of in ieder geval zonder zwaarlichten, daar is 1. Verwacht 2 ook snel daarachter te zien. Voor een mogelijke overval hier zo. Hij gaat schieten. Oké, hij heeft geschoten, schoten gelost binnen. Vuurlijnen jongens, vuurlijnen, onschuldige burgers worden geraakt. Oké. Dekking zoeken achter de Vito en snel. Hij heeft duidelijk kogelweer in de... kleding aan. Mijn motor leeft niet meer. Zo, verdachte uitschakeld. Binnen. Het zijn allen naar binnen jongens. Ripmotor. Goed. Veilig, ja, oké. Het goede ambulance is kan op meldkamer. Voor mij en voor. Ja, de overige slachtoffers. Ik ben ook geraakt, namelijk zoals je ziet, van voor erin, achter eruit. Is niet zo mooi, want op die plek, dat is wel een lommetje klaplong. Rijdt alsjeblieft prio 1. En een arm zag ik. Nee, wacht, het klopt niet. Ik ben. Toen ik waarschijnlijk daar naartoe rende ben ik geraakt, want als je hier kijkt, nee, rechts ben ik, of links ben ik in mijn borst geraakt en rechts achter ben ik ook geraakt. Maar goed, wij gaan naar wapens bergen, wachten op de ambulance. Goed zo, ik heb hier de 2 liggen, eentje nog maar, 0, eentje nog maar. Die is al meegenomen door de... Oh nee, die ligt hier ook nog ergens verstopt. Onder de grond blijkbaar. Of onzichtbaar. Het gaat me natuurlijk vooral om die mevrouw. Hij is schuldig, zij is onschuldig. Dus daar hoop je natuurlijk dat het goed mee afloopt. Oh,
Eén. Hij is overleden. Oh nee, zij is overleden. En hij... Hij leeft nog. Goed, dan gaat hij... Oh, hier is hij. Thank you. Die gaat mee naar het ziekenhuis en die zal met zware politiebegeleiding, niet van mij, wel van andere collega's, zal die daar 24 uur per dag tijdens zijn opname worden bewaakt door collega's van de politie. Dat is natuurlijk een moord, overval, grote verboden wapenbezit, allemaal had hij... Had hij bij zich, dus... Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Citizens reporting a DUI in San Andreas. Deze melding is ten einde. Goed werk. Ik krijg hier een melding van een persoon die onder invloed zou rijden van... waarschijnlijk alcohol. Wij zijn gevraagd om een spolshoogte te gaan nemen met de motor. Ja, stel ik kom achtervolgen, dan moet je weer eenheidjes erbij roepen. Ja, dat klopt. Oeh, dat is wel een hele dure auto. Maar ik geloof dat John Willem ook wel vaker meldingen krijgt met de motor. Dat hij even moet gaan kijken ergens. Dus als hij gewoon meewerkt hier. Hallo. Heeft u iets gedronken, meneer? Heeft u drugs genomen? Goed, u mag even van mij blazen. Blazen doe ik zo op zich, maar... Is al klaar. Oké, dan mag ik ook even deze speekseltest afnemen. Goed, u mag voor mij uitstappen. Ik ben aangehouden voor rijden. Onder invloed. Staan blijven. Stop whatever the hell you're doing! Iedereen rustig blijven. Niet een antwoord verplicht. Recht een advocaat. Wilde die spreken, dan kunnen we dan gaan regelen. Assistance required for a suspect placed under arrest in Vespucci Beach. 12:05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Oké. Ik heb toen net even tussen deze opname door wat geregeld met... Zeg even snel. Met Rage plugin hoek, dus ik heb van 0.57 ben naar 0.61 gegaan. Nu zie ik als ik de K en de L intoets dat de knipperlichten daar weer actief op zijn. Dat is, ja. Dat moet ik even fixen. Dus sorry als jullie binnenkort weer allemaal in de comments gaan zeggen van je rijdt met je knipperlichten aan, je hebt helemaal niet door. Want dat krijg ik altijd. Soms zie je ze niet, soms valt het me na een tijdje pas op, maar dan weten jullie dat. Dispatch calling unit 6, Paul 20. We have an officer in need of assistance. Nee, wat doe je nou? Oh god. Copy that, dispatch. Verkeerde knop. Opstaan, niks aan de hand. Klein schammetje, lossen we straks wel op. Responding code 3, an officer in need of assistance. Non-lethal weapons to be employed. Collega's zitten te voet achter verdachtes aan. Gelukkig hebben we de crossmotor. Staan blijven. Hier komen C-achtervolging, drie verdachtes. Collega's zelf zijn niet te vinden. Misschien nog even de zoeken mee. Is kan. Ik ben aangehouden, ik ben niet antwoord verplicht, recht op een advocaat. Zijn de Zulu, wij gaan even die kant op. Goed, de Zulu vliegt mee, dankjewel Zulu. 12 de Zulu. We komen dan. Met de knie zitten en blijft ze zitten. Eentje bij. Eén collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect. Zo, we zijn terug op het bureau en ik vind het helemaal goed geweest met die motor. Het is echt
Nou, zoals jullie misschien nogal opvallen, stop ik in deze video opeens met filmen of ben ik opeens op een hele andere plek rijk. De ene keer hier, de andere keer daar. Ja, dat klopt, want hij is zoveel gecrashed. Dat is niet normaal meer. Dus ik heb wel iets wat ik merk dat het kan zijn. Kan de motor zijn, dat zeg ik niet. Ik laat hem er in ieder geval wel nog even in staan. Maar ik denk ook dat het iets te maken heeft met de transport police T. Ik heb namelijk jullie gevraagd of ik daar de T6 op moet zetten. Dat heb ik toen gedaan. Alleen het valt mij wel op dat ik steeds via F5 hier zo. Ja, nu niet, omdat ik LSP van niet heb aangezet. Krijg ik altijd een melding. Error police T. Error police T. Error police T. Error police T. Dat is een stuk of 5, 6 regels. En ja, dat kan best wel crashgevoelig zijn. Want het viel me deze aflevering op het moment dat ik een transportbusje opriep, tot het toen misging. Dus in ieder geval, ik ga die denk ik weer terug vervangen naar het mooie transportbusje wat ik eerder had. Ik zou in ieder geval zeggen, tot de volgende. En toch bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Doei!